is nu iets na 5. 7:53 en de mannen zijn al onderweg. Allee, doe ik eens zot, ja, voilà. Doe ik eens zot. Ze waren een beetje aan het vechten. Goedemorgen jongens, ik ben wakker. Het is nu iets na 5. Om 5 uur had ik mijn wekker gezet en het is bar koud buiten, maar wel nice, want binnen is het zo heet. Die kamer, dat was niet te doen. Allee, dat was super gezellig, daar niet van. En het concept is heel nice, maar ik kan daar niet zo heel goed slapen. Wat op zich geen probleem is, want nu ga ik genieten van de zonsopgang. Ik heb de camera buiten gezet. Ik ga nu me hier op een steen zetten. Ga ik nog eventjes 2 uur wachten tot de rest wakker is en dan mee ontbijt. Ontbeten. Het ontbijt was meh, want je moest de hele tijd brood bijvragen als we wouden. En zo, je moest schel per schel bijvragen. Dus ja, na 2-3 keer laat je het ook voor wat het is. We hebben niks meer van eten, dus ja, nu is het gewoon naar huis wandelen en niet te veel omwegen maken. Ik moet hier een beetje inpakken, alles een beetje proper leggen. En dan gaan wij vertrekken. We zijn ermee weg. We hebben veel mee, dus we denken dat we alles mee hebben. Watje aanzetten. Daar zijn we er klaar voor. Wat een prachtige dag. 7:53 en de mannen zijn al onderweg. De mannen zijn al wakker van 5:10, 5:10, 5:10. En hoe lang was jouw nacht? Afschuwelijk. Waarom? Omdat jij veel te veel geluid maakt en veel te warm en heel de tijd currygeur. We hadden gisteren curry gegeten en het stonk nog in dat huisje. Het was daar veel te warm en ik snurk blijkbaar, maar ik heb daar niks van gemerkt, dus ik denk dat dat niet klopt. Allee, doe ik eens zot, ja, voilà. Doe ik eens zot. Hey. Nee, jongen. Hoppla. Eerste stukje gedaan. We komen vandaar. En nu gaan we hier over die berg naar een of ander groot stuwmeer. Jongens, er zijn hier steenbokken. Ik ga die proberen filmen. Ze waren een beetje aan het vechten. En nu ga ik zo rond. En dan hopelijk kan ik ze in beeld brengen.
cabane hier ook niet worden. Misschien zullen de zwarte silhouet vallen. Voilà, zie, we zitten al in Elfs. Gaat super. Is ideaal. Vanmorgen, dat was ik nog vergeten te zeggen. Vanmorgen was er warm water in de cabane. En echt 3 koffies of zo gedronken. Heerlijk. Zo van die oploskoffie, hè. Ik heb dat graag. Oeh, jij. Yeah. Prachtig. Dit is dus Lac de Moirie. Hier gaan we nu de hele tijd nog langs wandelen. En dan daar zien jullie gesteente. Daar moeten we over. Dan zijn we eigenlijk terug in de juiste vallei, aan de juiste kant. En dan is gewoon nog een kwestie van naar beneden wandelen. En dan zijn we thuis. Nou, waar is het? Naar Ginter. Voilà, kei gemakkelijk. Rechtendoor. Hopsa. Nog een meertje. Echt fantastisch mooi hier. Het is niet ver niet meer. We zijn er bijna. We're doing great. Super mooi meer. Wauw. Het nice aan deze vallei is, tussen deze twee bergen zijn er nauwelijks huisjes. Ik denk dat we nu 2 bewoonbare huisjes zijn gepasseerd en voor de rest gewoon geen één. En wanneer we nu de berg overgaan, ja, dan zitten we echt zo in een vallei waar dan veel meer huisjes zijn. En dus echt zo steden. En hier is puur natuur. Hoppa, boven. We zijn boven. Nu is gewoon laatste afwerking, finishing touch. Lekker in het restaurant, jongens. Gewoon nog dresseren. Even dat laatste werkje doen. Al het grote werk is gedaan. Hoppa. In die put moeten wij geraken, hè. Nu nog putten. Ik gok 35 minuten en dan zijn we er. Dus super nice. Dat is hier nog een keer gras afrijden voor gevorderde, jong. Check hem. Het was nodig. Aangezien ik heel de tijd film, moet ik ook wat lopend inhalen natuurlijk, hè. Anders zit ik altijd veel te veel achter. Back in the hood. Back in the hood. Let's go. We made it. Dit was de video. Hope you enjoyed. En ik zie jullie terug bij de volgende video. Ciao.